Agnes van Ardenne en heb als lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een commissie geleid die een verkenning over technologische innovaties heeft uitgebracht. Technologische vernieuwingen ontwikkelen zich in een razend tempo en hebben een enorme invloed op mens, overheid en samenleving. Of we willen of niet, we raken steeds meer verweven met technologie, fysiek en digitaal. Hadden we tien jaar geleden kunnen bedenken dat een nanochip in mijn darmen rechtstreeks met mijn specialist in het ziekenhuis belt om door te geven hoe het met mijn gezondheid gaat? Die versnelling ontstaat onder andere doordat nu verschillende technologieën samengebracht worden. Neem bijvoorbeeld de drone, een lichtgewicht vliegend bolwerk van technologie. Die gebruikt energie-efficiënte batterijen, lichte materialen en kleine sensoren op basis van nano. Voor de besturing is informatietechnologie ingezet en lerende systemen uit de cognitieve wetenschappen vervangen de piloot. Een andere reden voor de versnelling is de dynamiek in netwerken, waarin wereldwijd kennis wordt gedeeld en gezocht wordt naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Er zitten veel technologische innovaties in de pijplijn. Wanneer deze zullen doorbreken, weten we niet. We weten wel dat deze doorbraaktechnologieën onze manier van leven meer dan voorheen ingrijpend gaan veranderen. En dit vraagt om een overheid die zich permanent instelt op die sociale, economische en ruimtelijke effecten daarvan. Ik bespreek in dit videocollege drie urgente beleidsvragen uit onze verkenning. Eerst kijk ik naar de impact van innovatieve technologieën op onze stedelijke omgeving. Daarna behandel ik de vraag welke waardendiscussies deze innovatieve technologieën oproepen. En tot slot bespreek ik hoe de overheid haar adaptief vermogen sneller kan vergroten. Technologische innovaties hebben een grote impact op de stad. Graag licht ik drie ontwikkelingen toe. Ten eerste wordt voeding meer en meer gepersonaliseerd. Precies op tijd en op maat voor ieder die dit nodig heeft. Met behulp van 3D-printing en sensoren die onze gezondheid monitoren. Mensen houden ervan om eigen groente te verbouwen in moestuinen en in de stad. Er ontstaan technieken om efficiënt en duurzaam voedsel te kweken in leegstaande gebouwen. De stad wordt groener en gezonder. Ten tweede worden gebouwen slimmer, net als de stedelijke netwerken die communiceren met elkaar, zoals de riolering of netwerken voor elektriciteit en transport. We passen gebouwen aan onze voorkeuren aan door met lichte wanden, robotmeubilair, sensoren en levend behang te werken. En we kunnen gebouwen van functie laten veranderen, bijvoorbeeld van sportzaal naar ontmoetingsruimte of theater en weer terug naar de sportzaal. Kortom, we gaan ruimte efficiënter gebruiken, waardoor er meer ruimte overblijft om te wonen in de stad. Wonen, zorgen, recreëren, werken en leren komen bij elkaar. En er komen functies bij in de stad, zoals lokale productie met 3D printing en andere bedrijven. Dit vraagt van de overheid in de ruimtelijke ordening een andere kijk op het inrichten van de stad. En dan hebben we ook nog de elektrische zelfsturende auto als onderdeel van het straatbeeld. Er ontstaat meer ruimte voor gemengde functies in het centrum en de woonwijken. Er is minder parkeerruimte nodig, minder bebording, de lucht is schoner en er is minder lawaai. Drones of vliegende auto's bezorgen pakjes, wat ook weer scheelt in het ruimtegebruik. In de stad komen deze vernieuwingen in alle heftigheid samen en beïnvloeden hoe we leven en omgaan met elkaar. De mogelijkheden lijken onbegrensd. Maar of alle technologische uitvindingen ook op de markt komen, hangt ervan af of mensen deze gaan gebruiken en of ze eventueel bijkomende risico's accepteren. En daarmee doel ik op de waarden die spelen rondom technologische innovaties: zoals privacy, zeggenschap, toegang tot informatie. Op dit moment is er digitaal ruim baan voor de aanbieders. In Estland is het tegenovergestelde geregeld. Daar bepalen de Esten zelf wie er wat met hun data mag doen. In Nederland zouden we ook meer moeten uitgaan van de wensen en opvattingen van de eigenaar. Het zijn tenslotte jouw data. Wat onze waarden zijn, verandert voortdurend onder invloed van de technologie. Het is daarom ook essentieel dat er geen taboes ontstaan, waardoor er geen discussie meer mogelijk is. Neem het voorbeeld van de net uitgebroede haantjes, die met miljoenen per jaar worden gedood omdat we geen haantjes consumeren, wel kippenvlees. Genetische modificatie kan ervoor zorgen dat er geen haantjes meer worden uitgebroed. En dat bespaart veel dierenleed. Een ander voorbeeld is het Zika-virus dat te voorkomen is door de mannetjesmuggen genetisch te modificeren. De overheid en de wetenschap zouden het debat hierover veel meer moeten aanjagen. Bovendien moeten we constant vooruitdenken over toekomstige ontwikkelingen en daarover ook debatteren. Zo kunnen auto's steeds meer data verzamelen door ingebouwde software die bedoeld is om de auto zelfrijdend te maken. Maar die data kunnen ook worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst of verzekeraars. Wat zijn de gevolgen daarvan? Omdat de digitale en fysieke infrastructuur steeds meer verbonden raken, zien we een dubbele ontwikkeling. Enerzijds meer kwetsbaarheid, zo zijn er criminelen die data voor hun eigen doeleinden gaan gebruiken. En anderzijds kunnen we met deze data fraude, zwarte handel en belastingontduiking veel beter bestrijden. Wat is hier de rol van de overheid? Daarmee kom ik op mijn laatste deel van dit college. Hoe vergroot je als overheid je adaptief vermogen? Hoe ga je om met al deze uitdagingen? Ik geef drie adviezen om het adaptief vermogen van de overheid te vergroten. 1. Trek standaard samen op. De samenleving horizontaliseert terwijl de overheid nog te veel in verticale schotten werkt. De overheid heeft actieve burgers nodig. En door die nieuwe technologieën kan iedereen goed geïnformeerd zijn. Slimme netwerken en initiatieven helpen financieren of vooruit helpen, daarmee heeft de overheid goud in handen. Het aanboren van deskundigheid en inzet moet een grondhouding van de overheid worden. 2. Experimenteer meer. De overheid moet haar lerend vermogen vergroten en daar helpen experimenten bij. Op technologisch vlak moet de overheid ruimte bieden en meedoen aan experimenten van anderen, zo nodig met een experimenteerregel, omdat de huidige wetgeving het op de markt brengen van nieuwe technologische producten nog te veel beperkt. 3. Kijk over grenzen heen. Onderwerpen raken elkaar. Lange zelfstandig wonen gaat niet alleen meer over wonen, maar ook over zelfredzaamheid, sociale contacten, zorg, groene buitenruimte, mobiliteit en dagbesteding. Dus de woonambtenaar moet samenwerken met andere deskundigen. Mooier is nog om de ambtelijke organisaties verder te ontschotten en horizontaal te gaan. Pas ook op met puur technische oplossingen. Data infrastructuur gaat bijvoorbeeld niet alleen over veilingen, aanbestedingen en frequenties. Maar ook over waarden die versterkt of onderdrukt kunnen worden, zoals wederkerigheid. Aan jou is nu de vraag. Welke structuren ga jij doorbreken en welke nieuwe verbindingen ga jij leggen?